maken voor u een teken. Ja, dat mag. Oh, oh, ma toch, mama, alsjeblieft. Maar ik heb juist een touw gekust. Isse, ik heb een boek voor u meegebracht. Je moet je maar eens lezen als je tijd hebt. Blijkbaar tel ik toch niet meer mee echt waar dat hem zijn plan trekt. Maar hij heeft geen tijd om te schrijven waarschijnlijk. Dus... Weet je wat? Dat hem gewoon daar blijft. Als het daar veel leuker is dan ik. Zeg, en als je dan toch per se iets terug wilt doen, hè, je kunt altijd af en toe een keer babysitten op Jelle, hè? Wel, met alle plezier. Voilà, dat is dan geregeld, hè? Mi casa es su casa. En van waar komt dat water dan? Maar ik weet het niet. Ik pak een bad en daarna staat onze lieving onder water. Wat is dat geweer te hevig geweest? Heb je weer liggen plonsen? Ah, wel, ja, jong. Ik heb een paar emmerkes leeggekakt. Kakt. Kakt. Hé, hey, Caroline. Ah, Marie-Rose. Sorry. Ik had vergeten mijn hand hem op te zetten. Het begint kort erbij te komen. Oh, ik had honger. Je hebt vanmorgen ook niet ontbeten. Zeg, zijn die voorbereidingen voor de trenchcoat? Kloot. Trenchcoat. Als hem dat wilt. Hij heeft niks te willen, dat is geen serviceflat. Goedemorgen. Albert. Albert. Albert, kun je nu een beetje wat rustiger zijn? Zeg nu gewoon dat het niet kan doorgaan? Waarom niet? Omdat ik het zeg. Oh, dat is grappig. Ik moet hier alles klaarzetten. De tafels en de versiering. Ik zal wel helpen, Jan. Maar om pinten te kakken... Kakken. Sorry, om pinten te tappen. Sorry. Hi, Peter van den Bossen. I would like to do a dinges. An order. Yes, a substitute for a trench coat. Hi, Peter van den Bossen. I would like to do an order. Yes, a substitute for a trench coat. Trench coat. French coat. Hi, Peter van den Bossen. I would like to order a substitute for a trench coat. Substitute. Man, dat is moeilijk, zeg. Geef mij maar een cola. En hoe is het nu met lesbisch? Met Lisbeth? Oh,